Het is het grootste darttoernooi ter wereld. De Dutch Open. Een klassieker op de agenda. Zeker voor de vele amateurdarters in Nederland. Echt een hoogtepunt. Donderdag zijn we hier begonnen in Assen. Vandaag de finales. Goedemiddag en hartelijk welkom vanuit de Bonte Wever in Assen voor het Dutch Open Darts 2023. De Bonte Wever, een klassieker, hier altijd de Dutch Open, hier hoort het gespeeld te worden. Goedemiddag en hartelijk welkom ook aan Vincent van der Voort. Dankjewel. We zijn weer herenigd, om even zo te zeggen. Al lange tijd weer. Hoe vaak heb jij hier meegedaan? Oh, ik heb echt zo vaak meegedaan. Ik weet niet eens hoeveel, maar volgens mij heb jij ook een keer meegedaan, of niet? Ja, ik heb één keer meegedaan. Maar jij bent volgens mij iets verder gekomen, hè? Dat denk ik wel, ja. Halve finale, beste resultaat voor jou? Ja, klopt. Eén keer halve finale. Een paar keer wel behoorlijk ver gekomen, maar geweldig mooi toernooi. Een moeilijk toernooi om te winnen. Ja, hier zie je me nog een deel van. Dat was 2016, dat ik samen met Jacques Nieuwlaat mee mocht doen. Het is echt lekker shirtje ook. In de kleuren van RTL 7. Ja, ja. Het is echt iets bijzonders, hè, dit toernooi. Ja, dit is een heel bijzonder toernooi. Ik vind ook dat elke darter moet hier een keer geweest zijn om te spelen. Om de sfeer te proeven, mee te maken. Weet je wel, we natuurlijk vaak bij de PDC zien, dat hele professionele allemaal. Zo kan het ook gespeeld worden. En dit is gewoon één groot feest. Maar ook met hele goede spelers. Is dit vergelijkbaar met een ander toernooi ter wereld? Nee, daar kun je me niks vergelijken. Echt niet. Daarom zeg ik, deze moet je een keer gespeeld hebben om mee te maken wat het inhoudt. Ik ben in het buitenland nergens een toernooi terechtgekomen als dit. Je zei net, heel moeilijk om te winnen. Waarom is het zo moeilijk om te winnen? Nou, het is ook gewoon zoveel mensen doen ermee. En het is een kort format, dus één moment slecht en je ligt eruit. En soms heb je wel zo'n eerste ronde een hele moeilijke tegenstander. En dan twee, drie rondes mensen die denken van, nou, die hebben het nooit gedaan. En dan krijg je opeens wel weer een goeie. Dus het is best wel moeilijk. Vond jij deze video leuk en wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Darts.